Treuren. Als straks deze oorlog voorbij is, of het nou 1 november of mei is, dan dansen we samen onder de dikke boom in ons eigen bergen of zo. Het gaat over een aantal mensen die gevolgd worden in hun keuzes. En gedurende het stuk kom je erachter waarom deze keuzes gemaakt zijn. En dan valt alles op zijn plaats. En dat is zo mooi om dat neer te zetten in zo'n kort tijdsbestek. Ik vind het zo knap van iedereen. Ik ben echt heel trots. Avondster. Auf Deutsch nennt man das eine Zeitung. Sag es, Zeitung? Gek het, ik ga geen Duits meer leren. Jullie zijn zo opgeroepeld hier. Was? Jullie dadelijk flink op je sociale media krijgen. Huh? Ah, hier, een appel. Ik speel Martien, een kleine maar grote held. En hij wil heel graag bij het verzet. Het is een, hij ziet de oorlog als een avontuur, maar ook een bitter avontuur. Huh? Parijs. Jean-André, en dan word ik jou ontdekt als zangeres. Hoe vind je die? Frans was niet je sterkste vak. Ja, voor het verhaal zelf hebben we 3 jaar uitgetrokken. Vorig jaar rond deze tijd zijn we begonnen met de audities. Dus ja, we zijn een jaar intensief bezig geweest. Toe! Verstanden! Het is best wel een heftige rol, maar ik vind hem super gaaf. Want ik mag echt heel veel uitersten laten zien van heel erg hoog zingen, Duits zingen zelfs, tot heel gevoelig spelen, maar ook heel boos. Dus het is echt, het is een heel uitgebreid karakter. Heeft u gehuld met de vijand? Ik heb altijd geprobeerd het beste te bereiken voor onze mensen, niet voor hen. Je krijgt hierdoor wel inzicht in hoe het geweest moet zijn. En zitten we hier en daar zelfs de tranen echt serieus hoog. Waarom moeten mensen komen kijken? Ja, omdat het gewoon een fantastisch stuk is. Ik kan het niet anders uitdrukken. Ja, je moet gewoon komen kijken. Je moet gewoon komen kijken. Fantastisch. Und morgen Lektion 2, oder? Ja, natuurlijk. Tschüss.